gisteren denk ik dat Ajax wel wat meer had verdiend. Zeker niet om te verliezen. Hun zijn gewend om op dit niveau te spelen natuurlijk. Wat je zegt, ze hebben 3 keer achter elkaar gewonnen. En het is geen schande om te verliezen. Maar er had meer in gezeten. Clarence Seedorf en Patrick Kluivert waren woensdagavond aandachtig toeschouwer bij Ajax Real Madrid. Donderdagochtend kwamen ze ook nog even langs bij de training. Zo, 2 oude clubs tegenover elkaar gisteravond. Wat vond je van de wedstrijd ten eerste? Nou, zeer boeiend. Het was een goede wedstrijd van Ajax. Madrid minder goed. Maar het resultaat was weer aan hun zijde. Dat is een beetje het kwaliteitsverschil, mentaliteitsverschil. Waarin Ajax kan gaan groeien. Maar ik heb genoten van de vechtlust, de agressiviteit, vooral de eerste helft. Maar het gaat juist om die 2 momenten, verdedigend en aanvallend, waar je net even het verschil moet maken om te kunnen winnen. Maar er moet geloof in blijven, want nu denk ik dat ze hebben kunnen laten zien aan hunzelf dat het kan. Hè. Het verschil is er misschien individueel in sommige posities en alles, maar als je als ploeg weer zo kan presteren met de persoonlijkheid die nodig is om in Bernabeu gewoon weer zo'n prestatie neer te zetten, ja, dan kan alles gebeuren. Nou, ik vond dat Ajax heel goed begon. Ik denk dat de eerste 45 minuten wij het betere van het spel hadden. Goede pressing, goede voorcheck. Ik denk dat de gameplan van Erik de eerste helft vooral goed heeft uitgepakt. Aantal kansen gecreëerd. Ja, en als je dan 1 van die kansjes maakt, ja, dan wordt het natuurlijk een heel andere wedstrijd. Maar ik denk dat de supporters en de spelers zeker met de eerste helft tevreden kunnen zijn. Alleen natuurlijk het resultaat is even wat minder. Maar je moet nog een wedstrijd in Madrid spelen. Dus alles is mogelijk. Als ze dan hetzelfde kunnen neerzetten als ze gisteren hebben gedaan. Ja, dan zou het natuurlijk mooi kunnen zijn voor Ajax. En laten we hopen. Je zegt nog steeds wij. Ja, als wij is Ajax en ik. En ik heb niks met Real Madrid, dus ik zeg sowieso wij. Je bent natuurlijk opgegroeid bij Ajax ongeveer 3,5 jaar voor Real Madrid gespeeld. Voor wie ben je dan? Ja, het is heel moeilijk hoor. Wanneer je met de 2 clubs tegen elkaar waar je hele mooie periodes heb meegemaakt. Ik bedoel, ik sta daar dan een beetje neutraal in. Ik hoop altijd dat de beste wint, over het algemeen. En gisteren denk ik dat Ajax wel wat meer had verdiend. Zeker niet om te verliezen. Hun zijn gewend om op dit niveau te spelen natuurlijk. Wat je zegt, ze hebben 3 keer achter elkaar gewonnen. En het is geen schande om te verliezen. Maar er had meer in gezeten. En daar hou je natuurlijk aan vast. Dus het is eigenlijk geen schande om te verliezen. Maar ja, het is wel bitter natuurlijk. En nogmaals, het spel dat ze hebben laten zien gisteren, mogen ze dik tevreden zijn. Natuurlijk na de nederlaag tegen Heracles is het natuurlijk niet makkelijk om meteen weer in je spel te komen. En hebben ze toch laten zien. Iedereen met iedereen heeft gesproken, iedereen kwam naar je toe. Heb je nog iets gezegd tegen bepaalde spelers of tegen de staf misschien? Nou ja, wat we met elkaar bespreken is een beetje intiem natuurlijk. Maar het is leuk om van dichtbij een beetje weer te bekijken hoe het met de ploeg gaat. De coaches. Ajax blijft Ajax, blijft ons thuis. En hier is waar alles begonnen is. Het is leuk om even terug te zijn. Heb je nog een advies voor ze, over wat ze te wachten staat over 3 weken in het Bernabeu? Nou, wat ik één dat ik wel kan delen is dat ik erin moet geloven als Ajax zijn. Geloof is de start van alles. Hè. Als je er niet in gelooft, dan gaat het niet gebeuren. Ik denk dat zij wel weten wat ze moeten doen. Alleen er zijn eerst een aantal wedstrijden ertussen en dan komt de klapper. Maar ik denk dat ze daar wel heel goed zicht op hebben hoe ze de Real Madrid kunnen bespelen. Jij bent niet alleen oud Ajaxiet en oud speler van Real Madrid, je bent ook bondscoach van Cameroen. En bij Ajax staat natuurlijk jouw keeper onder de lat. Is dat ook een van de redenen dat je samen met Patrick jouw assistent hier was? Ja, vandaag het was een beetje een combinatie van zaken. Gisteren zou ik naar de wedstrijd komen kijken. We waren uitgenodigd door Edwin.
dat was leuk. Natuurlijk hebben we een dagje daarna deze mogelijkheid gepakt om te komen kijken. En ook even een beetje met André te praten. Kijken hoe het met hem gaat. Een klein beetje voorbereiden op het volgende maand. Waar we ons nu moeten kwalificeren voor met de laatste wedstrijd. Maar hij ziet er verder goed uit. Ik weet dat hij een paar moeilijke wedstrijden heeft gehad. Maar dat hoort erbij. Maar volgens mij is hij wel een zekerheidje hier zo.